Welkom. Vandaag ga ik wat dingen uitleggen over energie. En om dat goed te doen, moeten we eerst weten welke soorten energie er zijn. We hebben in de natuurkunde te maken met verschillende soorten energie. We hebben grofweg 6 soorten en die zal ik even allemaal opnoemen. De eerste heeft te maken met deze. Nou ja, eigenlijk de eerste 3. Dit is bliksem en daar zitten 3 soorten energie in. In ieder geval 3 soorten. Namelijk elektrische energie, want bliksem bestaat uit elektriciteit. Daarnaast zit er ook warmte-energie in, want als je zo'n bliksemstraal op je krijgt, dan is dat ook nog eens behoorlijk warm. En natuurlijk lichtenergie, want anders had je hem niet kunnen zien. Er zitten natuurlijk nog wel wat meer energie in verborgen, maar deze 3 zijn de belangrijkste 3 die in bliksem zitten. Ander voorbeeld is deze hamburger. Hier zit ook een energievorm in en dat noemen we chemische energie. Chemische energie is eigenlijk energie die in materie zit, in dit geval hamburger. Maar bijvoorbeeld ook in benzine of in hout of in andere dingen. Op het moment dat je dat verbrandt, dan komt die chemische energie vrij. En ja, dat wordt dus chemische energie genoemd. En dan heb ik hier een plaatje van een vallende druppel. Die heeft 2 soorten energie. Die heeft de bewegingsenergie, want die gaat vallen. Die beweegt daardoor. Andere voorbeelden voor bewegingsenergie, dat zijn bijvoorbeeld auto's die bewegen of mensen die bewegen. En daarnaast heeft deze druppel ook nog zwaarte-energie. Met zwaarte-energie wordt bedoeld dat als je iets hoog hebt, dan kan dat vallen en dan zit daar dus energie in. Bijvoorbeeld bij een stuwdam, daar wordt elektriciteit gemaakt doordat het water door de turbines wordt geduwd en dat komt door zwaarte-energie. Water wil van hoog naar beneden. Die 6 soorten energie die gebruiken we in het algemeen in de natuurkunde. Er zijn nog een paar andere, maar dit zijn de belangrijkste. Nou is het zo dat je energie van de ene naar de andere kan omzetten. Om even een voorbeeld te noemen, als we even kijken naar dit plaatje, wat we hier hebben is een dynamo. En die kan bewegingsenergie naar elektrische energie omzetten. Dus de beweging van de fiets, die wordt omgezet naar elektrische energie, waardoor het lampje gaat branden. We hebben hier een zonnepaneel. En die kan lichtenergie omzetten naar elektrische energie. Je hebt ook zonneboilers, die kunnen lichtenergie omzetten naar warmte-energie en warm water. En nog een voorbeeld is deze. Dit is een persoon die aan het rennen is. Je ziet dat hij aan het eten is en aan het drinken. Nou, dat was chemische energie en daarnaast is hij aan het rennen. Dus hij zet chemische energie om naar bewegingsenergie. Dat is iets wat wij dagelijks doen. Daarnaast wordt deze persoon ook tijdens het rennen een beetje warm. Dus we maken ook wat warmte-energie. Natuurlijk komt dat bij meer van deze voor. Maar dit is dus hoe energie omgezet kan worden. Nou, als we dit in de natuurkunde willen laten zien, dan gebruiken we daar een blokschema voor. En een blokschema begint altijd in het midden. Dat is dan hetgene wat we gaan bekijken. In dit geval gaan we naar een gloeilamp kijken. Dan gaat aan de ene kant hier energie in en aan de andere kant gaat er energie uit. Nou, bij een gloeilamp gaat er energie in de vorm van elektrische energie. Dit is een pijltje en dat gaat erin. Dan komt die elektrische energie in de gloeilamp en daar komen verschillende soorten energieën uit. En ik heb er nu 2 getekend. En wat belangrijk is, is dat deze pijl is even groot, even dik, als deze 2 samen. Want de hoeveelheid energie die erin gaat, is dezelfde hoeveelheid die eruit komt. Hij is alleen veranderd. Want bij een gloeilamp hebben we hier een klein beetje energie in een bepaalde vorm. En hier hebben we een heel groot gedeelte van energie. Om eens even gaan kijken, bij een gloeilamp is een heel klein beetje is eigenlijk maar lichtenergie. En het andere gedeelte, ik denk dat de meesten van jullie dat wel weten, dat is warmte-energie. Nou, dit is hoe een blokschema werkt. Je laat dus aan de ene kant het pijltje zien welke energie erin gaat. En aan de andere kant pijltjes van de energie die eruit gaan. Is er nu zijn het er 2, maar dat kunnen er meer zijn. En dat kunnen er eigenlijk maximaal 6 zijn. Want dat zijn de 6 energie waar we het over hebben. De ingaan, dat is vaak wel 1 soort energie. En daaruit, dat kunnen er meerdere zijn. Maar wat belangrijk is, dit pijltje en dit pijltje moet even breed zijn. Nou, dat was het eerste gedeelte van energie. Dankjewel voor het kijken.